Velsen mocht zich in het verre, maar ook in het recente verleden, verheugen in de belangstelling van het Koninklijk Huis. Op 8 juli 1955 vertoefde koningin Juliana opnieuw binnen onze gemeentegrenzen. Nu om op de kop van de vissershaven een monument te onthullen ter nagedachtenis van Nederlandse vissers die de laatste jaren bij allerlei rampen op zee gebleven zijn. In het bijzijn van vele nabestaanden liet Hare Majesteit onder doodse stilte het dundoek van het 3 meter hoge bronzen beeld glijden en werd de stoere visser zichtbaar. Daarna legde de vorstin namens het gehele Nederlandse volk een krans aan de voet van het monument dat vervaardigd werd door de beeldhouwer Wezelaar, met wie de koningin zich enige tijd onderhield. Aan het einde van de plechtigheid voegden de nabestaanden hun bloemenhulde bij de koninklijke krans. In de nabijheid van het vissersmonument lag het nieuwe hospitaal kerkschip De Hoop, dat op deze dag door onze vorstin in dienst zou worden gesteld. Nadat Hare Majesteit aan boord onder andere de 91-jarige ome Jan van Zutphen had ontmoet, de grote promotor achter de actie De Hoop moet varen, hees zij de vlag met de letters HKS, ten teken van de officiële ingebruikneming van dit moderne visserijhulpschip dat varend kerk- en hospitaalschip zal zijn voor onze vissersvloot. De honderden die op de kade aanwezig waren, juichten de koningin ter afscheid hartelijk toe toen De Hoop zich losmaakte van de wal en de voorgenomen reis naar Scheveningen een aanvang nam.